Trainer Matthijssen, 1 op 15 de laatste wedstrijden. Is het een wedstrijd die we moeten winnen? Uh, we willen absoluut eigenlijk een halt toeroepen aan die, uh, aan die verlieswedstrijden. Hè. Ik denk dat het een combinatie is van goede tegenstrevers. We zijn ook niet verwend geweest uh, door de arbitrage. Denk maar aan Brugge. Denk aan de schorsingen eigenlijk die eruit gevolgd zijn. Dus uh, we hebben toch wel. Uh, het wordt toch wel tijd om te reageren en ik denk de enige goede manier om te reageren is absoluut punten halen en uh, dat zijn we wel vast van plan. Ik kan niet tevreden zijn als je, als je vijf doelpunten pakt. Uh, maar goed, langs de andere kant weet je ook als je wedstrijden wil winnen dat je moet scoren. Om te scoren moet je kansen creëren en ik vind dat we daar veel beter in kunnen. De mogelijkheden zijn er iedere keer als we de wedstrijden herbekijken. Ja, zie je toch wel opties die we niet nemen of verkeerd, uh, verkeerd doen? Dus uh, daar zijn we mee bezig en ik hoop uh, absoluut, want het is, uh, het is nood. Het is absoluut nodig dat we dat uh, naar zaterdag toe kunnen verhelpen. Uh, eerlijk gezegd, Eupen is een ploeg met veel kwaliteiten, uh, met veel drubbelvaardigheid, uh, kwieke, explosieve jongens. Maar geen enkele keer tot nu toe hebben ze een wedstrijd gespeeld zonder een doelpunt te incasseren. Dus dat geeft toch wel aan dat we, dat we absoluut wat dat betreft beter moeten doen: mogelijkheden gaan krijgen en eventueel op die manier die wedstrijd winnen. Wij moeten er een. Een, een duelwedstrijd van maken, fysiek de strijd aangaan en onze troeven, en ik zeg het, dat moet een combinatie zijn van balbezit en van omschakeling, met mensen voor het doel brengen, je gestalte voordeel laten werken. Als je dat kan, dan ga je ongetwijfeld kansen krijgen, doelpunten maken, hoop ik, en waarschijnlijk ook punten mee naar huis brengen. Ik denk de jongens die vorige week niet beschikbaar waren, dat het toch mensen met een, met een grote waarde voor het team zijn. Dus die keren terug. We hebben deze week goed getraind. Het was niet makkelijk in de week de knop omdraaien. Zware verlieswedstrijd spookte toch in de hoofden. Maar ik denk dat nu iedereen terug ervan overtuigd is dat we een aantal dingen wel kunnen. Dat we wel uh, klaar zijn eigenlijk om, uh, om nog een keer om met die verlieswedstrijden te breken. Dat moet absoluut gebeuren dit weekend. En vandaag werd ook de stage in Pinatar aangekondigd. Ben je tevreden over de locatie? Uh... Niet alleen over de locatie, want die is schitterend, maar vooral over het initiatief. Ik denk dat de club samen met Soudal er toch voor heeft gezorgd dat de noodzaak aan een goede voorbereiding op die terugronde ook een stage inhoudt. Dus een week waar jongens van s morgens tot avonds met elkaar kunnen werken, trainen en zich klaarmaken voor die toch zo belangrijke terugronde. En uh, ik ben absoluut uh, heel tevreden dat, uh, dat de kogel wat dat betreft door de kerk is. En dat dat initiatief, uh, wat toch wel nodig is, waar we toch wel heel veel energie en tijd gaan insteken, gesteund, volop gesteund wordt door de club en door de voorzitter. Oké, okay, bedankt en veel succes dit weekend. wel.